Een goed en gezond ontbijt is een goede start van de dag. Maar helaas niet voor elk kind vanzelfsprekend. Om het belang van een gezond ontbijt te benadrukken, genoot de burgemeester Dion Snijder en de kinderen van de Maasparel van een heerlijk ontbijt op het gemeentehuis. En ze zijn niet de enige. In heel Nederland schuiven deze week burgemeesters aan tafel, samen met leerlingen van basisscholen uit de regio, om te leren over een gezond ontbijt. Het burgemeestersontbijt is een vast onderdeel van het Nationaal Schoolontbijt. Wat is dat nou voor iets, dat burgemeestersontbijt? Dat is een jaarlijks terugkerend initiatief waarbij kinderen worden uitgenodigd van de basisschool. En daar hebben we het over verschillende zaken, zoals u zojuist ook zag. Enerzijds over ontbijt en hoe belangrijk ontbijt is, gezond eten in het algemeen. Maar ja, dit is een fijne gelegenheid om ook kennis te maken en ook vragen te beantwoorden. En je hoort dat er heel veel diverse vragen zijn. Kinderen zijn heel geïnteresseerd en ik vind dat hartstikke leuk om te doen. Ja, u vertelt ook veel over de gemeente, hè? Ja. Nee, het is ook wel belangrijk om ook aan te geven waarom en hoe een gemeente functioneert. Natuurlijk niet in detail, want dat ze wel een gevoel krijgen van ja, wat gebeurt er in zo'n gemeente. Ja. Doet u zelf ook gezond ontbijten? Hoe ziet u uw ontbijt eruit? Nou, ik moet mezelf echt dwingen om daar regelmaat in te houden. Want de agenda van mij die is heel divers. Maar ik let er wel op dat ik gezond eet en dat het allemaal niet te vet wordt en te veel. Ja, ik krijg wel eens vaker natuurlijk een gebakje aangeboden bij allerlei gelegenheden. En dan moet ik echt wel goed opletten dat ik in balans blijf. Je hebt een hele erge dikke boterham. Heb je zelf honger? Ja, ik heb best wel veel honger. Ja, dan ga je helemaal opeten, die boterham. Ja.